Welkom bij het COVID-19-journaal. De Nationale Assemblée heeft vandaag uit de eerste hand van de regering kennis genomen van hoe we als land ervoor staan op het stuk van de COVID-19-uitbraak. We zijn ervan overtuigd dat we dit virus gezamenlijk aankunnen. Laten wij elkaar bijstaan. Laten we elkaar ondersteunen. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar de hand toereiken en gezamenlijk strijden tegen het virus. Samen in eenheid kunnen wij het virus bestrijden, voorzitter. De regering is vastberaden dat we de situatie nu beheersbaar kunnen houden en uiteindelijk als land in staat zullen zijn deze moeilijke strijd tegen COVID-19 te overwinnen. De druk is groot en voelbaar op alle fronten. Aan de hand van een evaluatie die de regering en het Outbreak Management Team deze zondag zullen plegen, kan worden begonnen met een fase van normalisering. Maar niet voordat de cijfers van besmetting beginnen te dalen. De druk op de zorgsector is groot. De druk op ons is groot. We leven in de maatschappij, u allen krijgt dagelijks de druk. Voorzitter, we voelen ook die druk. We voelen ook die druk. Maar bij het bespreken van het beleid voor de komende 2 weken, voorzitter, hebben we met elkaar afgesproken dat we niet gaan wachten tot die volledige 2 weken. En ik kan u de garantie geven dat wij zondag in de namiddag als regering gaan evalueren. En als uw COVID-team beschikbaar is, dan willen we uw COVID-team ook uitnodigen. Of het nou op de Zoom is of fysiek. Dat wij zondag in de namiddag gaan evalueren wat de stand van zaken is aan de hand van 1 week extra maatregelen, extra lockdown. Voorzitter, en mocht blijken dat het de goede kant op gaat, let u wel, ga heel voorzichtig mijn inzichten presenteren. Omdat we nog afhankelijk zijn van alle deskundigen, van de epidemiologen, van de andere specialisten. Dat als zondag in de namiddag mocht blijken dat de daling voortzet en dat we richting stabilisatie overgaan, dan kunnen wij maandag aan de hand van de inzichten van alle specialisten beslissen dat we tot normalisatie overgaan naar bepaalde sectoren, voorzitter. Met een achtneming van de protocollen, met goede controle, met handhaving en uiteraard goede communicatie met de sector zelf, voorzitter. En wij zijn ready om de discussie aan te gaan. We zijn ready als regering om over te gaan tot normalisatie, naar het nieuwe normaal, maar met een achtnemen van de protocollen. En we zullen dat gefaseerd doen, voorzitter. Gefaseerd om die controleerbaarheid nog te kunnen handhaven, maar ook om te zorgen namelijk dat ook die verschillende sectoren zich kunnen aanpassen aan het nieuwe normaal. Voor wat betreft de inrichting, voor wat betreft het personeelsbeleid, voor wat betreft de bedrijvigheid in de verschillende sectoren, voorzitter. Ook daar is er een stukje gewennigheid, aanpassing nodig, zoals u dat gedaan heeft met uw inrichting hier in de zaal, voorzitter. We zullen bevorderen dat de markten alle door de weekse dagen geopend zullen zijn, voorzitter. Zodat voedselvoorziening gegarandeerd is. Aan de andere kant is er opdracht gegeven aan de onderraad armoedebestrijding om ook te kijken naar opties van het brengen van de voedsel, het brengen van de agrarische producten tot in de buurten, tot in de straten, voorzitter, zodat de mensen vanuit hun eigen woning al de aankopen kunnen plegen, voorzitter. Daarop kunnen de ministers nader ingaan wat de stand van zaken daaromtrent is. In de wandelgangen van het parlement sprak het COVID-19-journaal enkele parlementariërs. De mensen die wat meer informatie beschikken over wat er nu gaande is. En daarom wil ik op initiatief die mensen zeg maar, die live stories gaan meebrengen voor de samenleving in video-interviews. Zodat de mensen ervan op de hoogte zijn van dit is wat allemaal met je gebeurt als je COVID-19 oploopt. En je weet hoe het gaat reageren in jouw lichaam. Dus dat moest maar stimuleren, je noffen, om voorzichtig te zijn met jezelf en daarnaast ook voorzichtig te zijn met andere mensen om je heen.
in een videoopname van mij om de mensen op te roepen om meer verstand te gaan gebruiken op dit moment. In een video met kaing atendo no fumo fusutang, waar wij meer verstand moeten gebruiken. In plaats dat mensen achter jou aan moeten rennen wat je moet doen en hoe wat je niet moet doen, adena yulek libisma, fa iwan charis revinanga asiki di kong fukon kabawi. Want asiki no kondo wantrasani. Asiki na oso aisuku en we zijn hier met 500.000 mensen. If amandoro na ala die 500 dusus madisi, dat is het doel van COVID-19. En jouw doel is om jezelf op de eerste plaats te beschermen. En als je jezelf beschermt, dan doe je dat ook in dag tot dag. Hey, trust maar de ete. En ik moet weten hoe ik omga met andere mensen in deze nieuwe situatie. Samenleving, let op jezelf. Het is heel belangrijk dat je dus je houdt aan de regels die gesteld zijn. Want u begrijpt dat elk een van ons die verder die weggaat, dat het een te veel is. Dus ik roep de samenleving op om de maatregelen afgekondigd door de regering te volgen. En natuurlijk de eigen, hoe zou je het kunnen zeggen met een mooi woord, je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen. Let op jezelf. Nogmaals, één dierbare van ons die weggaat is één te veel. Ook de samenleving roep ik op om de instructies zoals aangegeven door de regering, door de verschillende diensten die zich bezighouden met het beheersbaar houden van COVID, om die maatregelen en die instructies stip op te volgen. Ik reed gisteren langs en ik zag op een hoek 6 jongens, 7 jongens staan, zonder mondkap, zonder niks, op een afstand van misschien 30 centimeter van elkaar. Ik bedoel, je bent gevaarlijk bezig. Je bent bezig jezelf bloot te stellen aan incubatie, aan ziekte, en doe het niet. En dat moet iedereen doen. Elke huismoeder, elke huisvader, elk gezin moet de instructiestrip opvolgen en voldoen aan wat gezegd wordt. En dan gaan we samen in staat zijn inderdaad om COVID beheersbaar te maken. Dan zullen we minder doden hebben in het land. Het is een verantwoordelijkheid niet alleen van de regering. Het is een verantwoordelijkheid van elke burger in het land. Maar har ik ze niet weten kan u op ghar pare ye aapke jo tandrusti hai wo bahut mahatv hai. Toch het is belangrijk dat we weten dat onze gezondheid belangrijk is. Blijft u thuis, zorgt u ervoor dat u zelf lief heeft, maar ook uw dierbare lief heeft. COVID aan een grap. COVID is een serieuze zaak. Is absoluut geen ver van onze bedshow meer. Een paar maanden geleden bij Lucas aan de TV. Wat er gebeurde in China, wat er gebeurde in Europa, wat er gebeurde in Amerika. Vandaag, vanaf maart, is het hier. Vanaf juli, augustus is het aantal doden en mensen die ziek zijn als nooit tevoren. Dus nou wat ernstig, Sunny. Let goed op jezelf, let goed op elkaar. Pas de COVID-maatregelen toe. Als aan hinderlijk, kijk hoe dat allemaal zo zit met een mondkapje. Maar het is ter bescherming van u, het is ter bescherming van mij. Die social distance is belangrijk. Natuurlijk ook die handhygiëne. Er zijn een aantal belangrijke dingen, ventilatie in de gebouwen. We moeten gaan wennen. Werken aan het nieuwe normaal. Maar laten we ons doen voor onze bescherming. De bescherming van onze ouderen, de kinderen, maar vooral de ouderen. Natuurlijk ook de bescherming van onszelf. Want als we kijken naar de grafieken die zijn gepresenteerd, een belangrijk deel van de mensen die besmet zijn, zijn mensen, fysiek sterke mensen in de beroepsbevolking. De massa moet zorgen of leverproductie. En als die mensen ziek worden, dan is het erg. Als onze ouderen ziek worden, dan is het een groot risico om helaas daarna te overlijden. Dus nou een ernstig toren, Koulukus Revi. Het ligt helemaal aan onszelf. We kunnen dagenlang komen praten en regels op papier zetten. We kunnen voorlichting geven. Maar als wij als mens zelf het niet toepassen, dan heeft het geen zin. Dus ik wil echt, ik weet niet, ik wil mensen wakker schudden. Het is nu of nooit. De cijfers staan daar. Steeds meer mensen raken besmet. En het is heel serieus. Als je het van dichtbij hebt meegemaakt, maar ook als je het leest in kranten, het is serieus. Dus nogmaals, lieve mensen, gemeenschap van Suriname, houden jullie aan de COVID-regels. Mek asiki disi. Waik moppen uit Saranang. Na de uiteenzetting van president Santokki hield gezondheidsminister Amara Madin een presentatie voor het college. We zitten hier een epidemiologische curve per week vanaf 25 mei tot 30 augustus. En in oranje is het beeld wat wij zien in Frans-Guyana en blauw ziet u het beeld in Suriname. U merkt dat bij deze curve de cijfers, dat zijn het aantal positief getesten, wat wij hier zien, een
goede afname in Frans-Guyana. En u ziet ook dat onze curve, terwijl de daling in Frans-Guyana zichtbaar werd, dat onze curve aan het stijgen was. En u ziet daar vanaf ongeveer 13 juli, 20 juli daar een stijging. Maar u ziet ook dat er enige stabilisatie is sedert de week van 19 augustus. En we zien zelfs een lichte daling, maar we kunnen ons nog geen conclusies daarop trekken. Hetgeen betekent dat we de situatie nauwlettend in de gaten moeten hebben en we hopen dat u ziet de piek die daar is op 19 augustus, dat die piek daar bereikt is en dat we inderdaad gaan merken dat er een daling is van het aantal positieve. En hier ziet u dus tegelijkertijd het aantal positieve gevallen per week uitgezet tot het aantal negatieve. Blauw is negatief en oranje is positief. En u ziet dat varieert, want het aantal testen verschilt per dag en per week. En u merkt dat er inderdaad een consequent en een consistent aantal percentage positieve is. Dat was in het begin rond de 30%. En we zien gelukkig de afgelopen dagen een daling tussen de 20% en 25%. Hetgeen een goed teken is, want dat houdt in dat het percentage, dus ongeacht het aantal positief getesten, dat het percentage positieven langzaam daalt. Voorzitter, dit is bijzonder belangrijk. Omdat we ook horen uit de samenleving dat we alleen maatregelen treffen op het gebied van hygiëne, dat we alleen maatregelen treffen op het gebied van controle en handhaving. Dat is niet waar, voorzitter. Ons beleid is een beleid gericht op integraliteit. Kijken naar beleid, kijken naar handhaving, kijken naar medisch aspect, kijken ook naar de handhaving, de controle, kijken ook naar de maatschappij, kijken ook naar de economie, kijken naar de sectoren die allemaal gefaseerd, genormaliseerd moeten worden, onderwijs, transport, sport, luchtruim, alles wordt holistisch bekeken en voor alles is er een integraal plan, voorzitter. En we hebben reeds protocollen ontwikkeld om over te gaan tot normalisatie als het gaat om de horecasector. Restaurants, bar, dancing, discotheken. Als het gaat om de recreatiesector. Als het gaat om casino's en kansspelkantoren. Als het gaat om contactberoepen en openbaar vervoer, voorzitter. Voorzitter, het is echter op dit moment volgens de inzichten van de verschillende medische en andere deskundigen, epidemiologische deskundigen, zeer onverstandig om op dit moment invulling te geven aan normalisatie van de bedrijvigheid. Ook al zijn de protocollen al gereed, voorzitter. We moeten nog even wachten. We moeten die daling verder voortzetten. We moeten coronavirus goed containen eerst. Voorzitter, en dat is allemaal nodig voordat we de bedrijvigheid in de verschillende sectoren gaan opengooien, voorzitter.